Weet jij hoeveel elektriciteit het kost om je smartphone op te laden? Of te werken op een computer? Of een douchebeurt? Elektriciteit loopt door ons hele leven. Maar als ik eerlijk ben, weet ik eigenlijk niet zoveel vanaf. En ik geloof dat ik daar niet de enige in ben. Want toen ik mijn LinkedIn-netwerk vroeg wat zij dachten dat het zou kosten om je smartphone op te laden, gaf 75% het verkeerde antwoord. Dus als je deze video bekijkt, weet je vast meer dan de gemiddelde persoon. Ik en veel mensen om me heen willen bewuster met energie omgaan. Of dat nou is omdat we duurzamer willen leven of vanwege de hoge energiekosten. Ondertussen zie je overal berichten over een vol energienet en hoge energieprijzen. Ook zie je overal bespaartips zoals korte douchen en geen opladers in het stopcontact laten zitten. En de meeste van die tips zullen vast helpen. Maar ik vind het wel heel moeilijk om in te schatten wat het dan bespaart. Ik vraag me bijvoorbeeld af hoeveel elektriciteit 1 minuut douchen kost. Wat verbruikt zo'n ongebruikte oplader in het stopcontact nou echt? En hoe staat dit in verhouding tot dagelijks of jaarlijks verbruik? Wat ik het liefst wil, is begrijpen welk stroomverbruik nou de moeite waard is om op te letten en op te besparen en wat pure onzin is. Op zoek naar een antwoord ga ik natuurlijk eerst lezen. Dan vind ik 1001 bespaarblogs, een vergelijkingssite voor elk huishoudelijk apparaat dat je maar kan bedenken. En ik kom erachter dat het gemiddeld elektriciteitsverbruik van Nederlandse huishoudens al jaren in een dalende trend zit. Leuk allemaal, maar het voelt nog niet alsof ik nu beter begrijp hoe mijn elektriciteitsverbruik eruit ziet. Wat dan meer helpt, is dat ik bij mijn energieleverancier kan zien hoeveel stroom ik gebruik. Per jaar, per maand, per dag en zelfs per uur. Maar nog steeds weet ik dan niet waar dat verbruik precies vandaan komt. En ik wil juist een beetje dat gevoel ontwikkelen voor wat relatief veel en wat relatief weinig energie verbruikt. Dan zit er nog maar één ding op. Meten is weten, dus ik wil gewoon alles in huis gaan meten. Daar heb ik dit eenvoudige apparaatje voor. Het meet hoeveel stroom er naar een apparaat loopt en hoeveel elektriciteit er verbruikt is. Maar voordat ik dat doe, is het wel heel handig om te weten hoe we elektriciteitsverbruik bijhouden. Dus even een hele korte uitleg. Elektriciteitsverbruik houden we bij in kilowatturen. En dat is eigenlijk heel eenvoudig. Dit is een 5 watts lamp. En als ik die aanzet en hem een uur laat branden, dan is dat 5 wattuur. Als ik hem dan nog een uur laat branden, dan komt daar weer 5 wattuur bij. Dus dat is 10 wattuur. 3 uur wordt 15 wattuur enzovoort. Pas als ik deze lamp 200 uur heb laten branden, dan komen we op 1000 wattuur, oftewel 1 kilowattuur. De meeste apparaten in huis gebruiken veel meer dan 5 watt. Een gemiddeld huishouden gaat door duizenden watturen per dag heen. En daarom houden we het ook bij in kilowatturen en niet in watturen. Net als we ons lichaamsgewicht wegen in kilogrammen en niet in grammen. Oké, we meten dus in kilowatturen, maar wat is dan normaal verbruik? Dat is natuurlijk voor elk persoon en elk huishouden totaal verschillend. Blijkbaar kan een huishouden met 1 bewoner in een nieuw klein appartement af met 1580 kilowattuur per jaar. Aan de andere kant zit een huishouden met 2 of meer bewoners in een oude, grote, vrijstaande woning gemiddeld op 4530 kilowattuur. Als we het landelijk gemiddelde nemen, gebruikt een Nederlands huishouden zo'n 2800 kilowattuur per jaar. Dat is tussen de 7 en 8 kilowattuur per dag. Helaas is stroomgebruik typisch iets waarbij gemiddelde maar weinig zeggen over persoonlijk gebruik. Om daar een goed idee van te krijgen, kan je het best kijken naar de app of de eindnota van je energieleverancier. Toen ik zelf ging kijken, gebruikte ik vorig jaar 1893 kilowattuur als thuiswerkende in een eenpersoonshuishouden in een matig geïsoleerde woning uit de jaren 70. Nu ik weet dat mijn gemiddelde verbruik vorig jaar 5,2 kilowattuur per dag was, begrijp ik ook veel beter wat er op deze meter staat. Dus tijd om te meten. Het stroomgebruik van de meeste apparaten is heel gemakkelijk te meten. Meten ertussen, schakelaar om en het apparaat zijn werk laten doen. Soms is dat het handigst per minuut. Soms per uur. Soms is het handiger om het over 1 of meerdere dagen te meten. Of ik meet het per keer. Soms is het niet zo eenvoudig. Mijn boiler kan ik bijvoorbeeld niet direct meten. Die heeft alleen een aan- en uitschakelaar en geen stekker. Gelukkig geeft mijn energieleverancier dus per uur een overzicht van wat er in huis verbruikt is.
Daar zie ik meteen dat mijn boiler er ongeveer 4 uur over doet om op te warmen en een absolute grootverbruiker is. Maar om te weten hoeveel stroom de boiler echt gebruikt, maak ik eerst een keer al mijn warme water op en zet ik hem aan vlak voordat ik naar bed ga. Dan trek ik het verbruik van een nacht waarin de boiler niet aan stond daarvan af. En dan heb ik het verbruik van mijn boiler als die 80 liter water opwarmt tot ongeveer 60 graden. Dat was wat eenvoudig rekenwerk, maar het wordt pas echt ingewikkeld als ik antwoord wil op een van de vragen waar ik mee begon. Hoeveel elektriciteit verbruikt een douchebeurt en wat maakt 1 minuut minder douchen nou uit? Om dat antwoord te krijgen moet ik het volgende weten. Mijn douche gebruikt ongeveer 6 liter water per minuut. Ik douche op 39 graden. Het koude leidingwater is ongeveer 12 graden. En het heetste water dat ik in de badkamer kan krijgen is ongeveer 57 graden. Dus ik heb 3,6 liter van het heetste water nodig per minuut douchen op 39 graden. Ik had al uitgerekend dat de boiler zo'n 4 kWh gebruikt om 80 liter tot de heetste temperatuur op te warmen. Is 0,05 kWh per liter heet water. Dat betekent dus dat mijn douche ongeveer 0,18 kWh per minuut verbruikt. En dat is zo'n 2,5% van wat een gemiddeld huishouden normaal per dag aan elektriciteit verbruikt. En de douche doet dat per minuut. Als ik 5 minuten douche, verbruik ik dus 0,9 kWh. Daar wil ik wel graag een kanttekening bij plaatsen. 5 minuten douchen is echt korter dan het landelijk gemiddelde. Dat is ongeveer 9 minuten. En een douchekop die 6 liter water per minuut verbruikt, is ook echt zuinig. In veel gevallen zal een douchebeurt waarschijnlijk snel meer dan 2 kWh verbruiken. Voordat ik verdere conclusies trek, wil ik eigenlijk wel even stilstaan bij dingen die ik opvallend of verrassend vond tijdens het meten. Zo gebruikt mijn modem bijvoorbeeld altijd evenveel elektriciteit. Als ik grote bestanden aan het downloaden ben, is het verbruik hetzelfde als 's nachts, wanneer ik slaap. De speakers die ik voor mijn werk gebruik, hebben blijkbaar een sluipverbruik van 10 watt per stuk. Dus ook als ze helemaal geen geluid maken. Doordat ik mijn werkplek altijd helemaal van de stroom afhaal als ik klaar ben, spaar ik daarmee blijkbaar al een kleine 60 kWh per jaar. Verrassend veel. Bij veel apparaten met schermen is de helderheid van de achtergrondverlichting de belangrijkste factor in het energieverbruik. Bij mijn smartphone, mijn tv en mijn computermonitor was het verschil tussen 0% helderheid en 100% helderheid een factor 3 in elektriciteitsgebruik. Alleen bij mijn laptop is het verschil heel klein. Daarbij is het belangrijker waar die precies mee bezig is. Zware taken kosten bijvoorbeeld 4 keer meer stroom dan typen in een Word-documentje of een filmpje kijken op YouTube. De boiler was blijkbaar verantwoordelijk voor 30 tot 40% van mijn totale energierekening. Daar kom ik zo nog even op terug. En hoewel ik zelf geen auto bezit, heb ik wel gekeken hoeveel een elektrische auto verbruikt. En om eerlijk te zijn schrok ik daar wel echt een beetje van. Dat is namelijk gemiddeld 20 kWh per 100 kilometer. Genoeg energie om een gemiddeld huishouden ongeveer 3 dagen van stroom te voorzien. Per 100 kilometer. Ik heb echt veel geleerd. En als ik het samenvat, is dit wat ik heb gevonden. Het eerste is dat het opwarmen van water gigantisch veel energie kost. Bij mijn huis gaat blijkbaar meer dan 50% van de stroom naar het opwarmen van water. Douchen, een afwas met de hand of met de vaatwasser, waterkoker, wasmachine, allemaal warm water. En heb ik de verwarming of koken op gas nog niet eens meegerekend. Ter illustratie, als ik mijn douche aanzet, is dat ongeveer hetzelfde als 5 waterkokers tegelijkertijd aandoen. Water opwarmen kost dus bakken energie en dat is ergens best ironisch als je bedenkt dat we in kolen- en kerncentrales ook de elektriciteit opwekken door het opwarmen van water. Het tweede is dat vervoer heel veel energie kost. Als iemand 20 kilometer in een elektrische auto naar werk rijdt en weer terug, dan heeft diegene al meer elektriciteit verbruikt dan een gemiddeld huishouden op die dag. En met benzine of diesel is het nog ongeveer 3 keer zo erg. Crazy. Ten derde is moderne draagbare apparatuur, zoals smartphones, tablets, laptops, maar ook televisies, bijzonder efficiënt. Tenzij je een tv hebt die de halve muur in beslag neemt, is dit echt maar een fractie van het totale verbruik. Ik kan me voorstellen dat je gehoopt had op bespaartips in deze video. Dus wat als je wilt besparen? Door het kijken van dit soort video's ben je echt al een heel eind op weg. Het belangrijkste wat je kan doen is nieuwsgierig blijven en zelf onderzoeken. Want als je beter begrijpt waar het verbruik zit,
dan maak je waarschijnlijk vanzelf al andere keuzes. Dat had ik in ieder geval wel. Daarom heb ik ook deze poster gemaakt, waarop je het verbruik van allerlei apparaten met elkaar kan vergelijken. In de beschrijving vind je een link om die te downloaden. En als je je eigen gebruik echt goed wilt begrijpen, koop dan zelf zo'n meter en ga meten. Of kijk bijvoorbeeld in het overzicht van je leverancier. En als je leverancier geen overzicht geeft, dan kan je de app van Engie downloaden. Die is gratis en kan je koppelen met je slimme meter. Waar ik in ieder geval geen aandacht aan zou besteden zijn ongebruikte opladers in het stopcontact. Ik weet niet wie verzonnen heeft dat we ons daar druk om moeten maken, maar dat soort dingen leiden alleen maar af van de echte besparingen. Meer concreet kun je dus het gemakkelijkst besparen op warm water, korter douchen, de verwarming lager zetten en wassen op 30 graden zijn het bekende verhaal. Maar je kan bijvoorbeeld ook denken aan niet meer water koken dan je echt nodig hebt op dat moment. Of je kan de boiler zelf aan en uitzetten als jij en je huishouden daarmee kunnen leven. Dit bespaart mij nu zo'n 20% op mijn totale elektriciteitsverbruik. Wat dus ook veel scheelt is de auto laten staan en de fiets pakken of meer thuiswerken. En als je erachter komt dat een apparaat altijd stroom gebruikt, kan je er bijvoorbeeld met de hand uitdoen. Of er voor een paar euro een tijdschakelaar tussen zetten. Ik heb deze bijvoorbeeld bij mijn modem geplaatst, zodat die 's nachts tussen 1 en 7 uitgaat. En als ik een dag de deur uit ben, dan zet ik hem zelf uit. Dat lijkt misschien klein, maar het bespaart me 35 kilowattuur per jaar. En dat is zo'n 2% van mijn totale verbruik. Tot slot is het kopen van producten met een goed energielabel ook niet voor niets een veelgehoorde tip. Net als het vervangen van gloeilampen of halogeenlampen als je die nog hebt hangen. Iets dat uren per dag aanstaat, verbruikt al snel meer dan je denkt. Hopelijk heeft deze video je wat wijzer gemaakt. In ieder geval bedankt voor het kijken en blijf nieuwsgierig. Een reactie achterlaten wordt gewaardeerd en klik dan ook meteen even op abonneren.